Nou, wat we heel vaak zien bij de Golf Academy is dat mensen hun evenwicht verliezen in de swing. En dan kan je zelfs in een hele goede houding staan, maar dan toch je evenwicht verliezen. Kan een beetje komen door te veel kracht willen zetten, een beetje veel snelheid willen maken. Eigenlijk niet nodig, joh. Je hebt zoveel hefbomen, draaien, armen, club. Die snelheid komt wel. Maar als we toch zien dat die mensen heel veel, die golfers, heel veel snelheid willen maken, zetten we vaak even de voeten dicht bij elkaar. Want dan kan je wat minder snelheid maken. Dan kan je met een hele mooie, rustige, gelijkmatige swing, kan je de ballen heerlijk wegtikken. En dan raak je de ballen zoals het moet. Dus dat is een leuke oefening. Als je nou merkt dat je vaak geen evenwicht hebt in de swing, zet je voeten even bij elkaar en sla ze even 10 of 20 balletjes met de voeten bij elkaar, zonder dat je hoeft bij te stappen. Dus wat we eigenlijk niet willen, is dat je met zo'n oefening bijstapt. Want dan heb je het nog te snel gedaan. Zorg ervoor dat je met je voeten bij elkaar, met een ontspannen houding, rustig slaat en blijf lekker staan. Dan heb je goede balans.